De COVID-19-pandemie heeft het improvisatievermogen van Mark Venters de afgelopen 2 jaar flink op de proef gesteld. Dalende verkopen noopten deze kleinhandelaars dan ook om buiten de markt hun waar aan de man te brengen. Bij een evaluatie van het haast afgelopen jaar noemt Mark Venter, Esther Pinas, haar persoonlijk verkoopjaar als succesvol. Zij is van mening dat intrinsieke motivatie heeft gezorgd voor haar behaalde successen. Wel, mijn persoonlijke business, het gaat heel goed en met mijn persoonlijke business. Reden waarom, ik geef niet op. En sinds na COVID waren we buiten en toen de markt weer open was gesteld, dan ben ik hier. Ik ben niet weggebleven van bijvoorbeeld, ik las hoop, mijn las hoop of zo, maar ik ben blijven focussen op wat ik wil. En waar we willen is er een weg, dan moet je doorzetten. En als je doorzet en je steeds klanten opbouwt, dan denk je klanten opbouwen. Maar als je weg blijft, kan je geen klanten opbouwen. Maar als je blijft en je best blijft doen en doorzet, dan ga je klanten opbouwen. En zo ben ik gebleven en ik heb klanten opgebouwd. En het gaat hoor. En dwars door die situatie in het land, koersontwikkelingen en zo. Toch, is dat gaat met een passie. De economische situatie heeft ook een grote rol gespeeld op de koopkracht van de Mark Venters, zegt Pinas. De afgelopen 2 jaar werd de samenleving geconfronteerd met stijgende prijzen en een instabiele koers, wat volgens Pinas heeft gezorgd voor enorme demotivatie onder haar collega's. En je weet, als je moeite maakt, dan toch doorsta je het. Maar soms al maak je moeite, toch bepaalde dingen is niet meer leuk. De reden waarom, omdat de koopkracht een beetje gedaald is voor bepaalde mensen. Je ziet de markt ook dat de markt een beetje leeg is. Sommige van ze hebben geen hoop meer, ze willen niet meer komen verkopen. En plus ook de situatie in de winkels, de prijs in de winkels en de koers, maakt dat vele van ze echt een hele achteruit zijn gegaan met bepaalde dingen. Maar aan mijn kant, ik doe mijn best. En je weet, God doet de rest. De Mark Venters kijken reikhalsend uit naar economische stabiliteit in 2023. Dit zal hen helpen de motivatie weer op te krikken.